Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond vanuit we zijn de Waag. We zijn bijna al klaar beetje, met de discussie. We zijn een beetje klaar. We hebben drie mensen aan tafel met veel publieke omroep, geschiedenis en toekomst. Toekomst en ervaring. Ja. Roland, veel plekken gewerkt, maar de laatste tijd bij de NOS. Nou, dat is ook alweer 4 jaar geleden, maar... Ja, oké, okay, maar als het over het publieke omroep gaat. Als het over het publieke omroep gaat. Ja. En ik ben Bruno Felix zeer dankbaar vanuit mijn tijd bij de VPRO. Want zonder hem was ik nooit... Jij bent toch zijn opvolger eigenlijk? Ja, nee, maar hij heeft mijn kijker ook. Ja, nee, dat klopt, absoluut. Even de verhouding. Oké, gaan we even terug in de tijd. 1994, want daar begint voor mij de jaartelling. Dat is een tijd geleden. Ja, 1978 begint eigenlijk de jaartelling, maar goed, dat is nog lang geleden. Dat was de punt. Dat was de punttijd. Oh ja. Volgend belangrijk moment was 1994. Ik werkte bij de Radio 3 afdeling en mijn toenmalige chef Gerard Walhoff zei: Blom, je moet eens gaan kijken op de zolder verderop. Op die zolder waren een aantal mensen, waaronder Bruno, bezig met internet. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nog niet helemaal onmiddellijk doorgegrepen was. Alle mensen achter beeldschermen. Maar al wel vrij snel, want het gaf mij het gevoel van vrijheid. Dit is dat internet, dat gaat mij brengen wat het punk ooit beloofde. Dus 20 jaar eventjes... Ja. Even heel kort. En nou goed, daar, wij hebben samen bij de VPRO gewerkt. Ik mocht inderdaad Bruno ooit opvolgen als hoofd van de afdeling digitaal. Dat is voor jou al heel lang geleden. Want nu ben je al heel lang ben je met... Nu heb jij jezelf geïntroduceerd. Misschien kunnen we even onze gasten... Dat ging ik doen. Oh, sorry. Ja. Je moet, als jij luistert, had je dat gehoord. Ik heb ja, dat doen we ook bij. Onderdeel van het concept. Okay. Moet af en toe even een beetje kibbelen. Je bent na de VPRO met Submarine begonnen. De reden waarom je hier zit, omdat je hebt heel veel dingen gedaan, maar recentelijk Refugee Republic is een van jullie producten die in dit geval met de Volksstand, zeg maar, of bij de Volksstand eigenlijk zijn gepubliceerd. Hoe omschrijf jij zelf wat Submarine doet? Submarine is een productiehuis, dus buitenproducenten. We maken binnen Submarine, en dat onderscheid is belangrijk om te maken. Submarine maken we dus films, documentaires, animatie en interactieve projecten. Maar daarnaast hebben we Submarine Channel, en dat heeft Refugee Republic gemaakt. En Submarine Channel is eigenlijk, zeg maar, een beetje het experimenteerlab naast Submarine, waarbij we experimenteren met nieuwe vormen van storytelling, digital storytelling. Dus nieuwe vormen van verhalen vertellen. En Refugee Republic is daar een uiting van, en dat noem ik dus een interactieve documentaire. Dus waar we met het gewone bedrijf net Pekka hebben gemaakt, een film die op de ITVA draaide voor de boeddhistische omroep over een high school shooting in Finland. Gewoon een traditionele film van 50 minuten met een kop en een staart. Is Refugee Republic gemaakt voor het digitale platform voor internet en een interactieve documentaire over een vluchtelingenkamp in Noord-Irak. We hebben ter introductie, want het is wel leuk om het straks even over te hebben. We hebben een heel kort filmpje om die interactieve documentaire even te illustreren. Dus de intro. Misschien moeten we even naar kijken en even kijken een beetje gevoel waar het over gaat. Ja. Heb je die bij de hand, Martinus? People sitting in front of tents waiting for help. This is the everyday image of life in a refugee camp. But most refugees spend years, even decades, in a camp. They all arrive with only the shirt on their back. They all receive the same housing supplies. And then they start their lives here. Welcome to Refugee Republic. Goed, een interactieve documentaire. We hebben een paar beelden gezien. Wat is dat voor wie die zich daar niks bij kan voorstellen? Nou ja, het is... Eigenlijk is het een soort... laten we zeggen, een soort interactief verhaal waarbij we verschillende elementen gebruiken. Dus tekeningen, video, fotografie, maar ook tekst. En wat we samenbrengen, dus wat we componeren in een soort in een vorm waarbij de gebruiker eigenlijk op zijn eigen manier een weg niet zoekt, maar eigenlijk een montage maakt in het materiaal. Dus ja, letterlijk dus een interactieve documentaire die je dus alleen op internet kan gebruiken. Het is een website. Hè? Dus voor de, dus je, als je naar submarinechannel.com gaat, dan zie je, of naar de Volkskrant, dan zie je daar een link naar deze website.
En het is een soort, het is een interactieve vertelling. Hey, dit, je bent hier, even grofweg, zeg maar, jaar 15 ook met dit soort dingen bezig. Hè? Ja. Ik herinner me nog, weet je, vroeger was die belofte natuurlijk heel erg. We gaan straks naar films waar je het einde zelf kan bepalen. Noem het allemaal op. Welke ontwikkeling heb jij in die periode gezien? Welke problemen ben je tegengekomen? Welke dingen werkten wel, welke dingen werkten niet? Nou, die... Ontwikkeling. Welke ontwikkeling heb je gezien? Ik stel drie vragen, dat is niet zo handig. Nou, kijk, die elke keer als er een nieuwe golf van enthousiasme. Kijk, dit is natuurlijk een heel groeiend concept. Zo'n interactief verhaal vertellen of een interactieve film. Het heeft elke 5 jaar veranderd. Het van naam, soms heet het crossmedia of transmedia. Transmedia. Het allemaal niet. Het is, ja. Maar goed, in de basis is het natuurlijk allemaal een beetje. Heeft het allemaal dezelfde ambitie. En met elke golf van nieuwe enthousiastelingen wordt er steeds weer opnieuw natuurlijk gezocht. En een van de dingen, want dat noem jij net, dat idee zeg maar, dat we in de bioscoop zaten en zelf konden kiezen voor het einde van de film. Zeg maar, ik ben er nooit een enorm gelover van geweest. Dus ik zie, je ziet eigenlijk keer op keer mensen dezelfde soorten fouten maken. Wat ook te gekke dingen oplevert trouwens. Wat altijd weer van de eerste CDI, zeg maar, toen wij in 1994 begonnen. Wat toen een fantastisch medium was. En CD-ROMs die er gemaakt werden en later natuurlijk meer games. Is dat interactive storytelling heeft heel veel. Maar heeft heel veel verschillende vormen gehad. Maar de bottom line is denk ik. Wat er echt gebeurd is dat er toch wel een soort schisma is. Zeg maar, een soort scheiding van werelden. Waarbij je echte immersive games hebt. Dus waarbij je jezelf verliest zeg maar, in een soort ervaring die helemaal gedreven is door actie en reactie. Echte hardcore games, zeg maar. Die zo compelling zijn als een speelfilm, of misschien nog wel meer zelfs, zo verslavend dat ze je wel 70 uur vasthouden, maar die niet een verhaal vertellen, maar die je wel in een andere toestand brengen. Wat wel een ervaring is, zeg maar. Ja, maar echt een soort, waarbij alle zinnen wel geprikkeld worden. Zeg maar. Ja, maar er zit dus eigenlijk, wat je zegt, is het meer in de games terechtgekomen? Nee, virtual, dat zit in de games en dan daarnaast heb je een soort wereld van interactieve verhalen en die is toch, is in termen van verhalen vertellen, tamelijk traditioneel gebleven. Ja. Dus een verhaal is gewoon zoals je dat vroeger op de school journalistiek of de filmacademie leerde of van je poëziealbum of een gedichtje maakt. Voor maar dat vind ik dan wel interessant van jullie bedrijf. Want je zegt, we zijn eigenlijk gewoon een buitenproducent, een traditionele producent. Je maakt films, je maakt documentaires, je doet animatie, maar je blijft toch proberen om af en toe dan zo'n interactieve productie te doen. Ja, maar niet als. Kijk, als een filmmaker blijven dat ook. Is dat ook een probeersel? Dan probeer je natuurlijk ook gewoon een film te maken. Het is in die zin proberen bij de een niet iets anders dan bij het ander. Alleen bij. In dat Submarine Channel, dat, wat natuurlijk in 15 jaar. Misschien is dat een beter antwoord op jouw vraag, Erwin. 15 jaar geleden zat niemand ook te wachten op die digitale verhalen. Hè? En daarom noemden we dat ook Submarine Channel. Omdat dat noemden we Channel, omdat wij deden gewoon precies hetzelfde als dat we in het bedrijf deden. We maakten verhalen. En waar je een documentaire een omroep kon vinden die dat dan naar het publiek bracht, was dat bij die interactieve verhalen niet. Er was geen omroep voor. Dus dachten we, oké, dan doen we dat zelf. Dat noemen we dan ook Submarine Channel. Dan zijn we onze eigen omroep op internet en dan zoeken we zelf dat publiek wel op. En dat is misschien wel veranderd, dat in de loop van de tijd er natuurlijk ook wel meer distributiekanalen of gatekeepers naar delen publiek zijn ontstaan die je kunnen helpen zeg maar, om je publiek te vinden, ook voor die digitale verhalen. Dat is veranderd, maar in de kern aan het verhaal vertellen, daar verandert al een paar eeuwen niet zoveel aan. Nee. Hey, als je zegt, we maken ook documentaires zoals je ze al lang kent, prachtige documentaires. Die vormen zijn, als je kijkt naar de financieringen van, om het mogelijk te maken. Ja. Die eerste vorm lijkt mij nog steeds eenvoudiger dan die tweede vorm. Dus je gewone programma's voor je televisie, et cetera. Die zijn makkelijker dan die andere. Denk ik. Is dat zo? Ja, dat is zo, ja. Frustreert je dat? Of snap je het? Nou ja, dat snap ik wel. Ik bedoel, het is nog steeds een hele kleine en fragiele mediavorm. En dat is dus moeilijker om er geld voor te krijgen. Ja, dat accepteer ik, dat zo is. Ja, het is zo, Maar kijk, het is ook niet zo dat, dat in Submarine zijn we niet, ook in het traditionele bedrijf, produceren we niet de dingen die je op een middag financiert. Er zijn ook bij een grote film of een grote animatieserie, is een financieringstraject, duurt ook 2 jaar. Dus financieren is niet alleen maar
moeilijk omdat je geld moet vragen. Het is ook het neerzetten van je product. Ik denk dat sluit misschien wel aan op wat Oscar Knepper eerder vertelde. Het is ook gewoon het zo opvormen van je project dat het geschikt is voor dat publiek waar je het wil presenteren. Het is ook een deel van de ontwikkeling. Het is niet alleen maar financieren doe je met een Excel-sheet en dat je een bankier belt, zeg maar. Dat is gewoon ook je project pitchen en zeggen dat het belangrijk is. En zeggen waarom het onderscheidend is van al die andere verhalen die er verteld moeten worden. Ja, dan wel even, toch ook wel belangrijk om het even te duiden. Die Refugee Republic als voorbeeld van de interactieve projecten die jullie doen. Ik zag, daar moet je ontzettend veel tijd hebben gestoken in het vinden van subsidie. Want er stonden er nogal wat op het lijstje van het... De Volkskrant deed mee, maar ook, weet ik veel, je weet beter dan ik, het Filmfonds, het topsectorenbeleid, gemeente Amsterdam, noem maar op. Constateren we nog wel steeds dat voor dit soort producties, dat die alleen maar met subsidie gemaakt kunnen worden? Dus, ja. Absoluut. Nee, dat is, voor mij is dit is iets wat zich afspeelt in het domein van de publieke media. Dus zoals publieke omroep met subsidiegeld betaald wordt. De NTN-journaal of Tegenlicht of ZEP, dat is allemaal een subsidie. En dat is dit ook. Ja. Ja, dat is zo. En dat accepteer ik, maar daar ben ik ook trots op. Ja. Dat is een onafhankelijk product waarin de boodschap alleen maar verteld wordt omdat je mensen een verhaal wil vertellen. Niet omdat je ze stiekem ook iets anders of iets wil verkopen. Of misschien of niet stiekem. Ik heb ook niks tegen commerciële media. Maar ik ben er ook trots op dat er zoiets bestaat als publieke media. Is het nog leuk om even een stukje te kijken van Refugee Republic? Er zit ook geluid bij, dus ik weet niet of je die mee kan krijgen. Dit is het startscherm, dus als je gewoon quick start doet, dan misschien moet jij mij even de weg wijzen. Ja, ik wijs het maar jezelf. Je krijgt nu een plattegrond van het vluchtelingenkamp. En als je ergens op klikt, dan ga je daarin. Kan die bijvoorbeeld doen. En dan zoom je in op de kaart. Ik zit nu in Camp Smart. En je kunt nu van alles doen. Je kunt scrollen, swipen en dan ga je een prachtig getekend kamp. Dat is de basis, eigenlijk je navigatie door het hele kamp heen. Ja. En als je dan swipet, kom je bijvoorbeeld in deze tent met Fatma. Die vervolgens een verhaal gaat vertellen. Ja. En je kunt dan alle kanten weer op, hè? Dus je kunt dieper haar verhaal in klikken. Je kunt, dus de verdieping is, zeg maar, zijn een soort verticale scrollers. Hè? Dus je scrolt naar beneden om de verdieping te krijgen. En horizontaal is eigenlijk die manier waarop je door het kamp beweegt. En de tekeningen die je ziet zijn gemaakt door Jan Rothuizen. Die dus samen met een journalist en een fotojournalist naar het kamp is geweest. En die journalist en fotojournalist werken vaker voor de Volkskrant. Jan Rothuizen ook, hè? Maar dan als cartoonist. En zij hebben dit project bedacht en opgezet. Het is hun initiatief geweest. En ook de eerste financiering aangebracht, overigens. En zij hebben deze vorm gevonden, zeg maar, met ons om het verhaal te vertellen. En wij hebben uiteindelijk al die componenten samengebracht en het gepackaged, zeg maar. En gezorgd dat het ook de vorm kreeg waardoor het publiek kon vinden. Hey, wat heb jij in de loop der tijd, zeg maar, geleerd van... dit gaat over navigatie. Wat is de impact ervan op mensen of ze lang of niet, lang of kort blijven kijken? Ik vertel het je even, omdat ik zelf herinner uit een bepaalde... Het was denk ik in jouw tijd, maar dat je mensen liet klikken en ze gaf het gevoel dat ze een lang fragment gingen kijken. Kijken ze korter dan dat je het gevoel van invloed gaf, hè, op het verhaal. Dat ze drie keer konden klikken. Dan keken ze langer dan als ze meteen zagen van ik ga nu een fragment kijken wat een kwartier duurt bijvoorbeeld. Zijn er dingen die jij in de loop der tijd geleerd hebt van hoe mensen met dit soort inhoud omgaan? Nou, het zijn dat soort... Ja, kijk, een van de dingen die ik heb geleerd, maar dat vertelt iedere verhalenverteller leert dat, zeg maar, dat less is more, zeg maar, dat je echt moet concentreren en dat het op het internet nog veel belangrijker is dan op televisie en nog belangrijker dan in de bioscoop, dat je snel to the point komt en inderdaad dat je zoekt, zeg maar, naar een manier om je kijker eigenlijk steeds actief te houden. En daarom vind ik zo'n scroller techniek, wat natuurlijk feitelijk is helemaal geen techniek, zeg maar, het is een trucje zou je kunnen zeggen, is een hele eenvoudige manier om die kijken voortdurend het gevoel te geven dat hij niet het verhaal beïnvloedt, maar wel dat hij het moet ontsluiten, eigenlijk. Dus je houdt hem steeds actief. En dat,
wij merken dat dat een veel... dat het die kijker langer vasthoudt dan wanneer je ze gewoon een filmpje zou kunnen geven. Dat is echt heel mooi gemaakt. Het zijn, het zijn eigenlijk super kleine trucjes die filmen te maken hebben met, ja, met ritme. En die gebruiker blijven prikkelen. En ze toch eigenlijk een tamelijk eenduidig en een helder verteld verhaal te geven. Dat werkt het best. Marco Derksen vraagt of subsidie ooit kan worden vervangen door bijvoorbeeld crowdfunding, waardoor het echt publiek wordt. Publiek, zegt hij, is door internet immers sneller en beter bereikbaar. Is crowdfunding iets voor jullie, voor dit soort projecten? Ja, kijk, ik wilde wel een soort... ik denk natuurlijk kan je dat met crowdfunding... Maar dit is bijvoorbeeld een plan over een vluchtelingenkamp met Koerdische vluchtelingen in Noord-Irak. Zeg maar dat is gewoon niet... Het is niet... Is dat niet dicht bij mensen genoeg? Nee, het is, ik weet uit ervaring, zeg maar, dat een beetje problematische journalistieke onderwerpen. We hebben een film gemaakt over piraten in Somalië. Nou, daar moet je echt geen crowdfunding voor doen, want mensen zijn daar gewoon niet enthousiast over. Die willen toch... Crowdfunding werkt net als een bioscoopkaartje. Dan moet je weten dat je met een soort goed gevoel eruit komt, zeg maar. Het moet een happy end hebben. En journalistieke projecten hebben dat gewoon niet altijd. En dat wil niet zeggen dat crowdfunding niet werkt, maar dan moet je of een maker hebben met bekendheid. Dan moet je dus een paar goede ankers hebben om dat project toch te kunnen verkopen. Maar wat heel belangrijk is, kijk, die subsidie, dat is niet een soort subsidiekraan. Maar je moet gewoon realiseren in Nederland dat we een soort een landje hebben wat media maken, of televisie maken, of film maken. Dat is gewoon een relatief dure kunstvorm, ten opzichte van schrijvende of bijvoorbeeld radio of muziek maken. Dat kost relatief meer geld omdat je meer mensen voor nodig hebt. En in een klein taalgebied als Nederland met maar potentieel 16 miljoen kijkers. Nou, dat is niet zo, want er zit er ook 0 en 80-jarigen bij. Maar met een klein publiek heb je een soort marktfalen treedt erop. En dan heb je dus altijd, moet je dat marktfalen, moet je weghelpen met subsidie. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus als ik in Frankrijk had gewoond, en daar droom ik wel eens van, dan had dit waarschijnlijk veel makkelijker zonder subsidie gekund. Want dan heb je bijvoorbeeld de kranten die dat hier niet kunnen omdat ze hier te armlastig zijn of te weinig geld hebben. Die nemen in Engeland en in Frankrijk met commercieel geld. Heel vaak vinden ze dit soort projecten. Hè? Dus The Guardian of Le Monde. Ja, of je hebt nu de Volkskrant aan weten te haken voor dit project. Wat, is dat een financier of is dat een uiting? Helpen ze aan het publiek? Het is, zij zijn wel, zij zijn echt vanaf de start erbij. En dat komt natuurlijk omdat die mensen bij de Volkskrant vandaan komen. En er is een toenemend enthousiasme bij die krantenconcerns, waar ik heel erg blij mee ben. Dus die zoeken ook naar nieuwe vorm. Ja, allemaal. Maar voor hun is dit nog. Ze weten nu echt dat het erop of eronder is. Dus er is zeker enthousiasme. En ook nu wel de bereidheid om naar buiten te kijken om die innovatie naar binnen te halen. Zeg maar. Dus ze zijn wel bereid om te praten met ons. Maar goed, de realiteit is wel dat een krant als The Guardian is een stuk rijker dan de Volkskrant. En, dat is de eeuwige publieke omroep discussie. Dan moet je altijd jezelf vergelijken met de BBC. Je wordt er stapelgek van. Dat is gewoon makkelijk lul in een land met 70 miljoen kijkers. Dat is gewoon iets anders dan 17. En die hebben dus per definitie, en dat geldt dus ook voor die krantentitels, die hebben vaak 5 tot 10 keer meer geld dan een Nederlandse krant. Ja, Roos van Vughten die zegt marktfalen weghelpen met subsidie. Is dat wat het is? Dat is wat het is. Maar zo noemde ik dat ook. En dat is eigenlijk wat het is. Ik vind daar persoonlijk niks mis mee, omdat ik erg gehecht ben aan een onafhankelijke nieuwsvoorziening in een fatsoenlijke democratie. Dus ik ben trots op dat wij dat systeem hebben. En zal het altijd met de hand op de hand verdedigen. Ja, je vindt hier geen tegenstanders in. Absoluut niet. Nee. Alhoewel, jij wilde wel aanspraak maken op die 400 miljoen van Sander Dekker, toch? Hey, kun jij dat mailtje even voor jezelf laten zien aan Sander Dekker, Rijkel? Haal hem maar even tevoren. Haal hem even tevoren. Ja, andere keer. Andere keer. Dan wil ik het wel eens zien, dat mailtje. Ja. Bruno, kan je een indruk geven? Wat komt erbij kijken? Hoeveel geld is er nodig om een project als dit te realiseren? Dat weet ik niet precies, maar zo'n project als dit, dat valt allemaal reuze mee. En dat komt vooral omdat drie makers hier heel veel van hun eigen tijd in hebben gestopt. En volgens mij kost dit project iets van €50.000. Zo in die orde van grootte, moet je denken. Dat valt me eerlijk gezegd mee. Ja, en het leuke is dus, omdat het nu, we hebben dat in het Nederlands, maar ook in het Engels gedaan. En dat bijvoorbeeld de UNHCR gelijk vol enthousiasme naar ons toe kwam. En die zei dat ze voor het eerst op een hele interessante manier zagen hoe dat leven in dat kamp
naar buiten werd gebracht. Dus uiteindelijk zie je dus ook en dat... En dit is natuurlijk ook voor scholen en onderwijs. Als je echt mensen een beetje iets weet je wel, echt de diepte in wil trekken in wat is dat nou, zo'n vluchtelingenkamp? Ja. En er iets meer gevoel bij krijgen. Ja, vooral dat gevoel. Ja. Hè? Dat een beetje de intimiteit. Het is echt een intiem portret van het leven in zo'n kamp. En het is natuurlijk, er zijn niet veel nieuwsmedia die geschikt zijn om dat naar buiten te brengen. Dat kan je in een krant ook niet doen. En in een documentaire vaak ook niet. Want dan zit je toch op één protagonist. Dan krijg je toch een soort wat dramatisch verteld verhaal. En het feit dat mensen hier hun leven opbouwen. En dat er hier een hele economie gaat leven in zo'n kamp. Dat denk ik dat die online media, die toch wat in die zin wat langzamer zijn dan de krant of het journaal, zijn er uitermate geschikt voor. En Marco Derks vult er even aan op de vraag hiervoor. Hij zegt, dat begrijp ik, dat geldt inderdaad voor Nederland, maar deze journalistieke productie leent zich voor internationaal. Nou weet ik, want jullie producties zijn, zijn eigenlijk allemaal internationaal. Volgens mij komt er bijna niks. Je zal ongetwijfeld wel eens een keertje iets hebben wat alleen voor de Nederlandse markt is, maar de meeste van jullie producties, daar werk je aan met buitenlandse partijen, buitenlandse partners. Dat geldt ook hiervoor. Maar kijk, dat is zo. Wij zetten ook altijd in op internationale verkoop, maar je moet je realiseren dat bijvoorbeeld wij willen dat graag doen met Arte. Arte is een partij van de NFB in Canada. Arte is dan Frankrijk en Duitsland. Maar dit project is naar ons toegekomen en binnen een periode van 3 maanden is dat live gegaan. Net op tijd voor Doorklap, op ITVA. Een hele belangrijke plek voor dit soort producties. En op het moment dat je met zo'n club als Arte wil werken, dan moet je een jaar van tevoren moet je weten wat je doet. Dus je kan wel... Ik kan me best voorstellen dat je zo'n project doet en dat er als spin-off bijvoorbeeld misschien een remake gemaakt wordt of nog eens een keer iets met een buitenlandse partij met ook wat buitenlands geld. Maar het zijn eigenlijk allemaal markten in ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Dus die partners moeten elkaar nog vinden. Dat de NFB iets kan met de Guardian en de Volkskrant, dat zijn mensen die weten ook niet van co-financieren, die kennen elkaar niet, die weten niet of ze concurrent zijn of collega. Of die, co-financiering is in de media heel erg vanzelfsprekend. Maar in heel veel andere mediadomeinen niet. Zo ook in het online mediadomein. Dat is allemaal echt nog in ontwikkeling. Heb jij, dit gaat helemaal niet hierover, maar ik vind het wel belangrijk dat wie nu kijkt en later kijkt, dat programma alsnog gaat kijken. Want Bruno is namelijk echt volgens mij echt wel het beste tweeluik over internet gemaakt. The End of TV as we know it. Dat is een briljante programma. Het viel helaas totaal een beetje in het niet destijds toen het uitgezonden werd. Mensen begrepen het niet, denk ik. Nee, het punt was, in 1999 heb ik het gemaakt volgens mij, schat ik zo in. Ja, toen stortte in 2000, rondom de jaarwisseling stortte de hele markt in. Ja. Dus bijna iedereen, ook alle collega's van de VPRO, dachten zo, dat internet hebben we weer gehad. Ja. We kunnen nu weer over tot de orde van de dag. En toen daarna werd het programma, de documentaire van Bruno en Femke, allebei nu Submarine uitgezonden. En maakt totaal geen indruk. En als je nu naar die uitzendingen kijkt, alles wat die mensen zeiden, bijna klopt. Hè? Ja. Want als je er kijkt, er zaten ook Amazon mensen in, mensen van Disney. Jeff Bezos zat erin. Ja, ik heb hem niet gezien. Nou moet je echt, dat is echt... Murdoch, John Murdoch. Ja. En die gast van die voetbalkanalen, weet je, die niche... Van die niche Mark Cuban. Ja, Mark Cuban. Ja, Broadcast.com. Ja, klopt. En dat is een prachtige... Ja. En er zit zo'n man in die zegt van alles wordt internet. Dat is zo'n mantra. Ja. En ook dat klopt. Dus dat is een... Ik wou in ieder geval iedereen nog eventjes aanraden om op zoek te gaan naar die... Ik denk dat we hem wel live hebben, of online hebben gezet. Hij staat zeker ergens. Of ik denk bij de VPRO, denk ik. Ja. Die of Holland Doc, of hoe dat ook heet. Waar je bij Wired op de redactie bent geweest? Ja. Nee, dat was Beeldstorm, denk ik. Nee, dat was Beeldstorm. Sorry. Ik had het... Door de war. Ja. Nee, dat was Frank Wiering. Dat was in 94. Dat was in 94. Ja, deze was iets later, maar absolute aanrader. Hey, als jullie zijn een mediabedrijf in de brede zin van het woord. Dus je maakt en de verhalen zoals we al kennen en de vernieuwende dingen. Is er, heb je het gevoel dat er in toenemende mate interesse is in interactieve documentaires? Of moet je er echt aan nog steeds aan sleuren? Ben je dan 20 jaar aan het sleuren? Nee, ik hoef niet aan. Ja, ik ervaar het helemaal niet als sleuren. Dus, maar kijk, het zijn, wat ik net zeg, maar het zijn niet altijd de verhalen die je vertelt, zijn niet altijd de verhalen waar mensen op zitten te wachten. Zeg maar. Dus in die term, of je dat nou, of je daar een boek over schrijft of een interactieve documentaire maakt, dan moet je altijd, in die zin moet je er altijd aan sleuren. Dus de marketing of je distributie, dat is nooit de eenvoudige weg. Maar het is zeker, is er meer belangrijk. Bijvoorbeeld die krantentitels die nu opeens allemaal interesse hebben. Die publieke omroep, daar was de interesse even weg, maar dat begint nu weer een beetje op te leven. Dus daar is zeker een... dat is niet iets wat weggaat en het is niet iets wat met een knal zeg maar, de wereld gaat veroveren, maar het is iets wat gestaag
aan in marktaandeel en in belang groeit. En waar steeds meer makers, maar ook afnemers enthousiast voor zijn. Ja, hoe kijk je naar initiatieven? Wat je zei aan het begin, eigenlijk dit soort interactieve producties leent zich niet voor televisie. Dus jullie zijn je eigen kanaal daarmee begonnen. Ja. Submarine Channel. Je hebt natuurlijk de afgelopen jaren, zie je wel pogingen om de traditionele televisie te combineren met dit soort interactieve dingen, de hybride vormen. De VPRO heeft een paar dingen gedaan met Nederland van boven, met een app erbij, met de tweede schermachtige toevoegingen aan klassieke televisieprogramma's. Hoe kijk jij naar dat soort ontwikkeling, naar de hybride vorm? Nou, ja, met interesse, maar ik over het algemeen val ik niet van mijn stoel van wat er wordt gemaakt. Maar dat zullen mensen ook niet. Ze zullen ook niet van hun stoel vallen van de interactieve documentaires die ik online maak. Dus ik denk dat het allemaal hele valide pogingen zijn. Maar ik geloof toch. Kijk, die second screen idee, zeg maar, dat mensen, als ze dan drie schermen hebben, dat allemaal ook intunen op één programma. Ik zie mensen ontzettend vaak liever twee verschillende dingen doen, zeg maar. Ja. En zelf kiezen, zeg maar, en de regie in handen houden. Ik geloof wel heel erg in dat je iets maakt. We hebben bijvoorbeeld er was een serie voor jongeren over de Eerste Wereldoorlog door de NTR. Dat was een internationale co-productie. Daar maakten wij bij, van 8 afleveringen op tv, maakten wij 4 interactieve comics. Die waren thematisch gelinkt aan 4 afleveringen. Dat waren hele korte dingetjes, heel charmant gemaakt. Al zeg ik hetzelfde, mag ik het niet zeggen. Maar die waren razend populair. Die worden natuurlijk in het onderwijs veel gebruikt. En die zijn ontzettend actief gedownload. En waarin kinderen, zeg maar, gemiddeld 12 minuten in die online productie zitten. Wat echt lang is, want er zat niet meer dan 10 minuten production value in 1 aflevering. Dus die beklijven en die werken ontzettend goed. Dus dat mensen, dus dat zou je dan transmediaal kunnen noemen, van het iets op tv gezien hebben en dan nog zelf op een ander moment of in de klas, weet ik veel wanneer ze dat doen, zich ook nog eens een keer daarin verdiepen of op een andere manier met dat onderwerp aan de slag gaan. Daar geloof ik wel heel erg in. En daar doet de omroep heel veel in. En dat zouden ze ook moeten doen. En dat moeten ze absoluut volop inzetten. Maar dat al die schermen tegelijkertijd, ben ik licht sceptisch over. Hey, wat zijn de dingen die bij jou in de pijplijn zitten op dit moment? Waar je alvast iets over kunt vertellen? Jeetje. Nou, wij hebben een heel leuk project gedaan over de verhalen buiten het stadion. Dus tijdens het WK voetbal in Brazilië hebben wij allemaal verhalen gefilmd rond een groot stadion in Sao Paulo. En nu zijn we in Johannesburg aan het filmen en we gaan over een paar weken in Leipzig filmen. En dat gaat eigenlijk over de effecten van, stel je voor, je krijgt in je woonwijk zo'n nieuw stadion in je achtertuin. Wat gebeurt er dan? En de beloften zijn dan dat het een enorme economische impuls is. En wij dachten, we gaan gewoon een beetje terug van het nieuws af, zeg maar. Ja. Dus we hebben dat project gedaan met NRC Handelsblad en de VPRO, dus woord.nl moet ik zeggen. Dus zeg maar een online radio initiatief van de publieke omroep. En nu zijn we dus terug in de tijd aan het gaan om te kijken wat er in Johannesburg 4 jaar na het WK en in Leipzig 8 jaar na het WK, wat er nou van over is, van die grote belofte. Ja. Want dat is een heel leuk, slowdown journalistiek, wat ik veel, retro journalistiek, ik weet niet hoe ik het moet doen. Of historische, maar dat vind ik ontzettend leuk om te doen. We zijn met een heel leuk project bezig over synthetisch vlees. We gaan binnenkort een website lanceren van een restaurant wat in 2025 open gaat en waar je nu al een tafeltje kan reserveren. En op het menu staat allemaal synthetische vleesproducten. Dus we hebben allemaal sterrenkoks en critici gevraagd om hun menu samen te stellen voor het moment dat vlees niet meer van een koe gesneden wordt, maar uit een fabriek komt. Ja. En dat is ook een ontzettend leuk project om aan te werken. En dat gaat allemaal in de komende 2 maanden live. En er zijn er ook wel zo nog wat. Ja, fantastisch. Nou goed, Marco Dex zegt nog dat je ook nog wat rondom de diverse Primarks moet filmen. Dat levert ook geweldig beeldmateriaal op. Hij heeft volgens mij dochters in de leeftijd. Maar dat geloof ik. Zijn we eruit? Ja. Is het mooi? Ja, hartstikke prachtig. Leuk. Ja, ik kan uren met je doorpraten, maar dat ga ik nu niet doen. Maar ik vind het voor een prachtproject wat we langs zagen komen. Jullie maken heel veel van die mooie projecten. En ga dus naar submarinechannel.com. Ja. En vind daar. Ja, het zou wat mij betreft veel meer aandacht moeten krijgen. Want ik zeg heel eerlijk, ik had dit nog niet gezien. En ik ben toch wel de doelgroep die dit ook heel erg leuk vindt. Dus
Hoe krijg je dat voor elkaar? Dat lijkt me nou echt een uitdaging. Ja, dat is super ingewikkeld. Maar er volgens mij 6 pagina's in de Volkskrant. Ja, die lees ik niet. Nee, ja, dat is dan ingewikkeld. Ja, met zo'n krantentitel heb je dus de NRC lezen, die mis je. Ja. Ja, kun je er nog iets over vertellen? Zeg maar? Hoeveel zo'n project als dit, hoeveel gebruikers, bezoekers, et cetera, heb je daar cijfers van? Nou, die je wil delen? Ja, die wil ik wel delen. Kijk, ik streef altijd een beetje dat ik vind een project zeg maar geslaagd als we in de buurt van een televisiedocumentaire komen. Dus kijk, als het in de buurt van de 200.000 kijkers zit, of gebruikers zit, dan raak ik er tevreden over. En dat doe je niet in een avond. Daar heb je even tijd voor nodig. En die kranten, kijk, wat je niet moet vergeten, wat ingewikkeld is, zo'n krant heeft in zijn publishing dynamiek, die zijn gewend om iets te publishen op een homepage. En 3 uur later is het weg. Dus omdat zij net beginnen met dit. Dus zij zetten vol enthousiasme een spread met 6 pagina's in de krant. En vol enthousiasme, evenveel enthousiasme. En ook oprecht gemeend het op de homepage van de Volkskrant. Ja. Maar volgende dag is het wel weg. En dus je ziet een enorme bezoekpiek. En die knalt er ook weer even hard terug. Dus, en dan doen we het gewoon op eigen snelheid. Dus gewoon met... dan gaat bijvoorbeeld de UNHCR twittert, gewoon de Twitterkanalen, onze eigen blogs. Maar dan is het gewoon een langzame bezoek. En dan als we binnen een jaar 200 of 250 of misschien eens 500.000 mensen bereiken, dan ben ik er super blij mee. Ja, nou mooi. Submarinechannel.com voor veel meer van dit soort mooie inhoud. Ja, hartstikke mooi. Bruno, hartstikke bedankt. Goed dat je er was. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk je live of kijk je on demand. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Live het aantal. Live is beter. Dan kan je hier vragen mee. Maar ik wil eigenlijk even zeggen, het aantal uitzendingen wat we gemaakt hebben. Hoeveel zijn het er nu volgens jou? Ik denk 370. Oké, 370 uitzendingen kun je nog terugkijken. Dus heb je een avond niks te doen en ben je even... Een avond? Ja. Een hele lange avond. Woon je in Lapland en is het toch maar één uur per dag licht en kun je de rest van de dag interviews kijken. Ga dat absoluut doen. Ja. Fastmovietargets.nl of youtube.com. En we danken Streamzilla uit Groningen die het mogelijk maakte dat deze livestream tot je kwam. Dankjewel. Dag.